Een hele goede dag, van harte welkom bij weer een nieuwe Master Flirt podcast. En hier zit naast mij niemand minder dan, ik kijk nu naar het boek terwijl ik jou introduceer alsof ik je naam vergeten ben, is natuurlijk niet zo. Niemand minder dan Lisette, het hoofd, die een, wat mij betreft, oprecht een must-read boek geschreven heeft voor mannen. De titel is De Onverzadigbare Vrouw, een afwezige man. En wat ik in het boek gelezen heb, dat is ook de reden waarom ik hier nu bij jou zit, is dat je op ongekende wijze, wat ik nergens anders heb kunnen lezen, de dynamiek in een context plaatst tussen mannen en vrouwen. En ook heel erg de ontwikkeling van mannen en vrouwen en seksualiteit en het hele matriarchaal, patriarchaal, ik heel kort notendop knal ik er doorheen, daarin neergezet heb. En ik vind het super gaaf dat ik hier mag zijn. En ook graag om hier in deze met jou over te praten. Nou, ik ook. Om bij het begin te beginnen. We hebben momenteel een bepaalde kijk op de rolverdeling man-vrouw. Wie de aanstichter van het kwaad is, wie de slachtoffer is, wie seksueel agressief is en wie niet. En er is een bepaalde rolverdeling in. Is dit de rolverdeling die er altijd al is geweest? Als we helemaal teruggaan, hoe zag het er toen uit? Ja, ongeveer omgekeerd, hè? Dus waar jij nu op duidt, is dat we, ik denk, iets van 60, 70 jaar geleden begonnen zijn te roepen dat vrouwen het slachtoffer zijn van mannen. Dus suffragettes ook. Ja, dat was nog langer geleden. Die hadden het alleen maar over politieke macht. Ja. Die wilden stemrecht. Ja. En ze zeiden, we moeten stemrecht hebben, want vrouwen zijn zoveel zachter en vriendelijker en zorgzamer dan mannen. En als we die mannen hun gang laten gaan, dan zie je, ze zagen zelf in de sloppenwijken waar ze pannetjes soep brachten, hoe moeilijk het allemaal was. Ja. Dat komt omdat we mannen in hun eentje aan de macht laten. Wij moeten ook mee regeren. Ja. Dat was toen. Maar in de tweede, feministische golf, toen is er eigenlijk een beeld geschapen van vrouwen die het slachtoffer zijn van mannen, van mannelijke overheersing. Ja. Ik heb daar heel erg lang aan meegedaan. Ja, want wat jou dan vertelt, hoe overheersten wij mannen dan de vrouwen? Ja, dat deden jullie al 5000 jaar minstens. En want wij waren opgesloten in onze huizen. Wij mochten alleen maar het enige recht dat we hadden was het aanrecht. Ja. En mannen gingen de leuke dingen doen. Buiten spelen en werken en geld verdienen. Want 90% van al het bezit op aarde is in handen van mannen. En zo werd er dan ook altijd bij verteld. Ja. En mannen die waren ook seksueel veel actiever. Die waren de jagers. En vrouwen waren werden geacht gewillige of onwillige. Of in elk geval een beetje timide prooien te zijn. Mm-hmm. Nou, dat wilden wij, dat vonden wij allemaal heel erg slecht en daar wilden we allemaal vanaf. Ja. En toen ben ik op onderzoek uitgegaan, eigenlijk via de mythen. Ik ben mythosoof, noem ik mezelf tegenwoordig. Mythosoof betekent dat je de mythe bekijkt op wat zit er voor wijsheid in. Ja. En ik zie dus mythen als symbolische verhalen. Ze zijn niet letterlijk waar, maar ze zijn wel symbolisch waar. Ze zeggen iets over hoe de mensen in elkaar zit. En als je, dat is eigenlijk misschien wel de grootste eye-opener geweest. Als je de ontstaansmythen leest van de hele wereld, er is een heel boek, Mieneke Schippers heeft een prachtig boek over geschreven. In het begin was er niemand, heet dat. Hele rare titel. Maar daar gaat het nu even niet om. Als je daar leest hoe mythen doorverteld zijn door vrouwen. Hè, moet je even bijvertellen. De orale traditie is altijd een vrouwenzaak geweest. Want het is niet stoer voor mannen om het te doen. Nou, mannen deden andere dingen. Er zijn natuurlijk ook altijd mannelijke vertellers geweest. Maar in het algemeen is het, ook bij de oude Grieken bijvoorbeeld, is het echt een, voor het grootste deel, niet 100%, maar voor het grootste deel een vrouwenzaak geweest. Okay. En dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. Want die ontstaansmythen, die vertellen allemaal dat vrouwen in het begin doodeng waren. Gevaarlijk, onverzadigbaar, draken. Ze aten mannen op en ze gingen achter mannen aan. En ze waren heel erg seksbelust. En die mannen die schrokken en die wilden wegrennen en die wilden er niks van weten. En dan zeg je, hè, hoe kan dat nou? Dat is toch precies het tegenovergestelde. Ons beeld van de prehistorie is cartoon, weet je wel, die man met een knots,
die die vrouw aan de haar naar zijn hol sleept. Mm-hmm. Hier bessen en knollen verzamelen jij en ik ga wel een buffel vangen. Maar jij bent mijn gevangene. En in werkelijkheid, voor zover ik nu gezien heb, was het ongeveer andersom. En, ja, je zegt andersom. Hoe was het dan? Nou, er was nog geen macht in de zin van politieke macht. Hè. Er waren alleen nog maar familieverbanden. Ja. En binnen die kleine familieverbanden waren de vrouwen de baas. En dat heet dus een matriarchale structuur? Ja, dat heet een matriarchale structuur. Er zijn heel erg veel wetenschappers en onderzoekers die dat zeggen. Er was in het begin waren er matriarchale of matrifocale samenlevingen. Alles draaide om de vrouw, want alles draaide om vruchtbaarheid. Want dat is wel interessant, want het beeld dat we hebben is mannen zijn fysiek sterker. En omdat we fysiek sterker zijn, kunnen wij een machtspositie veroveren. En dat is hoe de dingen zijn. Ja. Hoe is het dan in de prehistorie gegaan dat het toch een matriarchale, matriarchaal, ondanks de fysieke krachtverschil? Hoe is dat ontstaan? Ja, maar dat fysieke krachtverschil moet je ook maar een beetje met een korreltje zout nemen. Ik heb bijvoorbeeld in een museum in Duitsland, daar waren Neandertalers tentoongesteld. Bij de Neandertalers waren man en vrouw precies even groot. Ja? En Neandertalers, dat zijn niet onze voorouders, maar ze hebben wel gekruist met ons. Ja. Het is helemaal niet zo dat ik weet het ook niet precies hoe dat zit. Maar fysieke kracht is ten eerste niet zo overweldigend. Het verschil is niet zo overweldigend dat het alles zegt. Ja. Wat je onmiddellijk kunt constateren, nu nog steeds, hier en nu, in vrijwel elk huisgezin, daar is die man ook sterker. Maar is hij de baas? Nee. Nee. Ik ken eigenlijk niemand. Ik ken geen enkel gezin waar je kan zeggen thuis, binnen in het huis. Definieer de baas. Wat is de baas? Wat is dan de baas? Wat ik zeg gebeurt. Ja. Maxime Hartman loopt daar de laatste tijd stennis over te schoppen. Dat de vrouw van keukens, of dat hoe het huis ingericht, of de kleren die een man aan heeft, uiteindelijk bepaald wordt door de vrouw. Zelfs kleren die een man aan heeft. Ja. Dat is toch bijzonder. Dat dan de vrouw de verkleedpop van de man is geworden. Ja, dat de man een verkleedpop van de vrouw is geworden. Ja. Ja. Zegt hij dat? Ja. Nou ja, daar komt het op neer. Dat is het beeld dat hij schetst. Oké, wat is het verschil als het over matriarchale cultuur? Wat zijn, want de suffragettes hadden het destijds over dat als vrouwen meer politiek invloed hadden, het allemaal zachter en fijner is. Ja. Wat was kenmerkend voor matriarchale culturen? Nou kijk, hè, dus je kan zeggen, waarom waren die vrouwen de baas? En het antwoord is omdat er alleen nog maar familieverbanden waren. En binnen de familie, als het gaat om vruchtbaarheid, baby's krijgen en zo, ja, dan heeft die vrouw een soort voorsprong. Zij krijgt namelijk de baby's en ze voedt ze. Dus zij heeft een bepaalde machtsvoorsprong als het gaat om het hele kleine intieme kringetje. Omdat het voortbestaan van de familie centraal staat aan alles. Ja. En de vrouw daar logischerwijs een centrale rol in speelt. Ja. Is zij alles bepalend? Ja, precies. En in die matriarchale samenlevingen draaide het om vruchtbaarheid. Dus er was een moedergodin die aanbeden werd. En die werd aanbeden omdat ze dachten, we moeten haar offers brengen, want dan blijft alles vruchtbaar. Daar gaat het om. En dat was ook vanuit vrouwen speelde die moedergodin een hele grote rol. Ja, voor vrouwen. Nou, ook voor mannen. Ja. Als je bijvoorbeeld een feit uit de prehistorie is dat er ontzaglijk veel beeldjes zijn opgegraven. Die zijn dan vrij klein. Met van die vrouwen met die enorme borsten en buiken. Grote buiken. En zo. En geen beeldjes van mannen. Dat er ook heel veel tekeningen zijn, godtekeningen van vrouwen of vrouwen, geslachtsorganen, weet je wel, gesymboliseerd. En niet van mannen. Dus dat is heel, heel interessant. Je kan wel zeggen, ja, maar dat waren de mannen die dat deden en ze vonden vrouwen interessanter. Vonden ze geil, plat gezegd. Ja, maar zeer waarschijnlijk ging het meer om macht. Ging het echt om aanbidding van dit aspect van het leven, namelijk vruchtbaarheid. En is de mensheid pas gaandeweg, zeg maar, wakker geworden aan het idee dat er nog andere dingen waren dan vruchtbaarheid. En zodra, nou, ik ga het heel plat en heel generaliserend zeggen. Ja. Die vrouwen die waren alleen maar geïnteresseerd in vadertje en moedertje spelen. In de kindertijd van de mensheid.
En mannen hebben heel lang daar een beetje zullig achteraan gelopen. Oké, als jij vadertje moet, wel zo hier. Oké, kom wel weer. Je moet mijn zaad. Oké, hier is mijn zaad. Enzovoort. En zodra mannen een beetje groter werden. Dus ik zie de hele mensheid ook als een wezen dat opgroeit. Hè? Er was een babytijd van de mensheid. Het was een heel dim bewustzijn. En toen werden ze wat slimmer en wat wakkerder. Mm-hmm. En op een gegeven moment is het zo dat ik denk, de mannen hebben bedacht, wauw, er is nog veel meer te doen. Je kunt naar de sterren gaan kijken, je kunt schepen bouwen, je kunt gaan op onderzoek uitgaan. Hè? Niet, je hoeft niet alleen altijd maar mammoeten te jagen en thuis te brengen om te kijken wie er dan met je wil neuken, hè? Als je maar genoeg gejaagd hebt. Maar je kunt ook gaan schrijven en lezen en een wetenschap bedrijven en handelen. En weet je wat, we kunnen ook machtsstructuren, we kunnen koning worden en dan kunnen we ons rijk uitbreiden, we gaan oorlog voeren enzovoort. Dus dat zijn allemaal mannelijke uitvindingen. Waarom is dat uit het mannelijk gekomen? Vrouwen hadden daar totaal geen belangstelling waarom voor. Waarom niet? Omdat die met die baby's bezig waren nog steeds, met die kinderen. En dat is pas 100 jaar geleden veranderd. En in sommige gebieden van de wereld is het nog steeds niet echt anders. Maar zodra het anders wordt, zodra die vrouwen wakker worden. Ik heb een soort ex-schoonzus die zit in Afrika. Mm-hmm. Maar dat is een beetje politiek incorrect gepraat wat ik nu doe, hè? Ja, maar goed, nogal. Dat hoort erbij. Ja. Zij zegt, ze woont in Mali. En ze zegt, de mannen worden langzaam wakker hier, maar de vrouwen nog niet. Als die vrouwen het idee krijgen dat ze meer macht kunnen krijgen, dan is het enige waar ze geïnteresseerd zijn seksuele macht. Mooier worden, make-up, weet je wel. Ja. Mannen gaan dan bijvoorbeeld de grond anders bewerken. Of, ze had een man ontmoet die rondtrok om die mensen bewuster te maken en die tegen vrouwenbesnijdenis ageren was, weet je wel. Dat zijn dus dingen die de bij haar, onmiddellijke omgeving, mannen wel aanspreken en vrouwen niet. Dit in het verlengde hiervan. Dit is echt fascinerend wat je nu vertelt. Ja. Dit staat lijnrecht tegenover het beeld wat keer op keer neergezet wordt. Dat in die landen de vrouwen onderdrukt worden door mannen. Dat mannen de kutklusjes door vrouwen laten doen. En dat vrouwen niet toekomen aan opleiding enzovoort enzovoort, want mannen onderdrukken ze. Ja, maar het is ook waar. Het is natuurlijk allemaal ook waar. Ja. Alleen de vraag is, wie houdt het in stand? En er is zo'n Engelse uitdrukking, the hand that rocks the cradle rules the world. Ja. Als die vrouwen allemaal vonden dat ze anders behandeld moesten worden, dan zouden ze tegen hun zonen zeggen, als jij groot bent, dan moet je echt anders met je vrouw omgaan. Weet je, maar dat doen ze niet. Dat namen de feministen zichzelf ook heel erg kwalijk. Wat? Dat de zoons die ze opgevoed hadden, dat is ook een generatie van jongens die ook eigenlijk bang is om man te zijn, omdat ze ook opgevoed zijn door feministische moeders, die ze een heel schuldcomplex hebben aangepraat voor het zijn van een man. Ja. Wat hele softe, slappe mannen teweeg heeft gebracht, die heel ongelukkig door het leven heen gebukt onder een of ander schuldbesef gaan. Ja, dus nu wel. We gaan nu echt all over the place. Maar ja, en je maakt het ook een beetje ingewikkeld, want we waren eerst heel politiek incorrect en simplistisch bezig met hoe het daar is. Maar goed, zo was het bij ons vroeger ook. Vrouwen waren zelf niet geïnteresseerd in verandering. Vrouwen waren vroeger zelf niet geïnteresseerd in verandering. En de eerste suffragettes hebben ook nog heel veel weerstand moeten overwinnen bij vrouwen. Er waren vrouwen die zeiden, een vrouw die niet in staat is om te zorgen dat haar man kiest, stemt op de partij die zij goed vindt, dat is geen echte vrouw. Met andere woorden, wij hebben manipulatieve persoonlijke macht en dat is genoeg. Snap je? Dat is genoeg. Dat was genoeg. Dat zegt al heel veel als dat zegt, joh. Wie is dan in charge eigenlijk? Ja, zij. Ja. Zij is in charge en dat weet ze. En ze heeft die man in haar macht en dat is genoeg. En pas toen vrouwen eindelijk ook wakker werden en zeiden, het is eigenlijk niet genoeg. Ik denk dat het komt omdat die macht afnam. Die seksuele macht van vrouwen is afgenomen. Bij seksuele macht, waar moet ik dan aan denken? Bij seksuele macht moet je denken aan seksuele macht. Dus, dus een vrouw die binnenkomt en doet en jij bent ineens helemaal willoos en je kan alleen nog maar
achteraan lopen. Dat is bijna niet meer zo, hè, in jouw geval. Nee. En dat was vroeger wel zo. Weet je, dat nog bijvoorbeeld in... God, wie was het? Dan moet ik even... Ik ga die... Ik meen dat het... Dat was een Romeinse keizer. Die met Cleopatra was. Ik ben zijn naam vergeten. Dat was niet Caesar gewoon. Nee. Ja? Maakt even niet uit, goed. Een grote man. Hij was bezig recht te spreken en Cleopatra kwam langs in Rome. En hij was helemaal, ik moet achteraan. En hij stond op en liep weg. Dat gebeurde toen nog. Die vrouwen waren gewoon veel machtiger. En ik vind dat je het kan zien, maar nu gaan we weer. Dus krijg ik hier last mee? Misschien krijg ik hier wel last mee. Ik heb lang geleden de voorstelling Gesluierde Monologen gezien van Adelheid Rozen. Oké. Okay. En daar zag je die vrouwen, die islamitische vrouwen met die prachtige ogen. Oh, ja. En ik dacht, wauw, wat hebben die nog een hoop meer seksuele macht dan wij. Als je dan naar dat publiek keek, allemaal van die keurige... Die kittige kapsels. Kittige kapsels, brilletjes, gezellig. Paars haar, met alle respect. Maar je snapt wat ik bedoel. En daar op dat podium, dat was een en al hulpzijd en voluptuositeit en... Feminiteit en in het lichaam aanwezig zijn en seks, weet je, dat hadden zij nog daar op dat podium. Dus ik denk dat het iets is wat wij gewoon verloren zijn. Ik vind het echt amazing wat je nu zegt, maar ik vraag me af of we twee dingen door elkaar halen. Aan de ene kant heb je seksuele polariteit tussen mannen en vrouwen, wat je ook bijvoorbeeld in de mediterrane wereld meer hebt. En dat vrouw in een vrouwelijke kracht en een man in zijn mannelijke kracht, wat ook gewoon vonken creëert. Ja. Aan de andere kant heb je in het Westen en nog meer in de Scandinavische wereld dat we een heel erg gefeminiseerde samenleving zitten, mm-hmm. waarbij vrouwen mannen zijn, mannen vrouwen en de aantrekkingskracht weg is. En parallel daaraan heb je de ontwikkeling die hij heel mooi omschrijft van de mensheid in haar babytijd en de fases waar ze doorheen loopt. Ja. Denk je dat het mogelijk is om die seksuele polariteit te creëren of te voeden, maar onderwijl ons niet te verliezen in die proces die we doormaken als mensheid? Nee, de processen loop je sowieso door. Dus je verliest dat oude. Je verliest dat instinctieve. Dat kan niet anders. Maar is dat niet erg? Dat is toch eigenlijk heel zonde? Het is verschrikkelijk en het doet ook veel pijn. En tegelijkertijd kan het niet anders, want je wordt wakker. Je gaat steeds meer in je hoofd zitten. Maar je weet, David Deida, die ken je ongetwijfeld, die zegt, het komt weer goed. Way of the superior man. Nou ja, maar hij zegt, het komt weer goed. Je hebt drie fasen. De fase van de macho en het kindvrouwtje. En dan heb je de fase van de twee die tegenover elkaar staan onderhandelen. Weet je wel? En daarna kun je weer gewoon doorgroeien. Of gewoon, helemaal niet gewoon. Kun je doorgroeien naar een andere vorm van, een bewustere vorm van mannelijkheid of vrouwelijkheid. Ja, en hij zegt zelfs, het maakt niet uit. Je kan als man ook dan een echte vrouw worden. Of als... Hij koppelt het niet meer aan geslachten. Maar je kan wel die polariteit weer terugkrijgen. Maar daar ben ik niet zo deskundig in, eerlijk dat gezegd. Is dat dat heeft heel veel heel met tantra te maken en zo, denk ik. Waar ben ik wel deskundig in? Nou, ik zit een beetje in dat... Wie ben jij eigenlijk? Waar ben ik? ik ben ook maar een amateur. Wij allemaal. Ik ben een amateuronderzoeker. Ik heb eigenlijk Engels gestudeerd. Maar ik ben dus in die mythe gedoken. En ik heb gezien de mythe van de draak. Ja. De mythe van de draak. Kunnen we het even over de draak hebben? Als je er graag over wil hebben, ik hang aan je lippen. Ja. De draak, dat... interessant. Ik heb dus dat plaatje erop op het boek laten zetten. Mm-hmm, mm-hmm. Het is uit een schilderij. Kan je dat voor de camera houden? Ik zal het speciale foto hier erin plakken. Fijn. Want daar zie je namelijk dat... Dan moet ik het even zo aanwijzen. Die vrouw en die draak samen, dat hoort bij elkaar. Hè? Dat is de vrouw zoals zij was. Dit ze heeft een ketting. Zij hoort bij die draak. Die draak is haar seksuele macht en haar seksuele lust. Je ziet ook die opening van die mond, het is nou net niet op kuthoogte, maar het scheelt niet zoveel. Nou, er rupt een straaltje bloed uit. Dat is helemaal, dat is de vagina dentata, weet je wel? Dat is die... Dentata? De vagina dentata, dat is de getande vagina. Oh, ga ik gebruiken. Mythes over getande vagina's zijn over de hele wereld, staat ook een aantal van in het boek, over de hele wereld verteld. Vroeger waren vrouwen zo gevaarlijk, ze hadden tanden in hun vagina. Als je daarmee ging, dan ging je dood. Dus we hebben die tanden uit die vagina moeten halen. Ja. Daar komt het op neer.
En hier wordt gezegd, kijk, die vrouw is super gevaarlijk, want ze heeft deze draak bij zich, mm-hmm. namelijk haar seksuele lust. Yeah. En je moet als man, moet je jezelf pantseren en op een groot paard gaan zitten. En met een speer moet je dat beestenlijf. En dan kun je haar misschien helpen door die draak te doden, zodat zij een keurige prinses wordt. Is dit niet, zou dit niet ook gewoon eigenlijk seks, een draakvagina die door een grote puntige lans, is dit niet eigenlijk gewoon seks wat we hier zien? Ja, het is eigenlijk gewoon seks, maar het betekent ook van de seksualiteit van de vrouw is gevaarlijk en als man moet je daar dus enorm mannelijk en macho zijn om daar een beetje je mannetje te blijven staan. Er is een verhaal over de draak, dat staat er ook hierin. Beowulf. Beowulf ja. is een 14e eeuwse verhaal. Ja. Beowulf is een held. Hij gaat, op een gegeven moment gaat hij, er is een monster. En dat monster houdt huis in de hal van de koning en die moet bestreden worden. Nou, dan heeft hij hem te pakken, deed Grendel dat monster. Maar dan is er nog de moeder van het monster en die is nog veel gevaarlijker. Dat is de draak. Dat is de onderzeese draak. En dan gaat hij die moeder van dat monster, die draak, gaat hij bestrijden. Hij moet dus door de zee afdalen en dan komt hij in dat hol van die draak en die is daar. En zijn zwaard is veel te klein, maar er ligt een mythisch zwaard. Hij pakt dat mythische zwaard en hij verslaat die mythische draak, die vrouwelijke moederdraak. En dan stijgt hij weer omhoog door de zee en ondertussen, terwijl hij opstijgt door die zee, door dat water, smelt het zwaard. Mm. En als hij boven komt, heeft hij alleen maar het heft in zijn hand. Het voorheen eerst zo'n grote zwaard. Wow, helemaal. En op laatst heeft hij alleen maar dat heft. En dat detail wordt iets van 7 of 8 keer in de loop van dat lange gedicht wordt dat herhaald. Yeah. Dus Beowulf die opkwam uit de zee en daar alleen nog maar zijn heft had. En toen dacht ik, ja, dat kan je op allerlei mogelijke manieren kan je dat interpreteren. Maar het is ook, ik heb het met haar gedaan, ik heb haar verslagen, ik heb haar een goede beurt gegeven en nu ben ik mijn zwaard kwijt. Dat is het ja. ook. Nee, dat ook. Dat is het enige wat het kan zijn. Kom op. Nou, dat is de basis. Dat is de diepste betekenis. En verder zijn er natuurlijk een hoop aankleding. Ja, daaruit volgt ook dat je als man misschien wel in je onderbewuste het gevoel hebt, als ik met een vrouw gevreden heb, dan heeft zij toch iets van mij opgegeten of zo. Brengt me meteen terug wat je net over had. Dat hele tantra gebeuren. En dat moet nu ook een beetje een grote lijn. Daar heb je het ook steeds over het niet klaar laten komen van de man. Zeg maar tantrische seks. Dan kom je niet, je komt wel klaar, maar je ejaculeert niet. Om ook op die manier de kracht in je lichaam te houden en te laten circuleren. Ja. Dat is natuurlijk niet ons beide expertise niet. Maar dat ligt heel erg in het verlengde daarvan. Dat je dus ook heel voorzichtig met daarmee om moet gaan. Ja. Want het is dus de zuigkracht van de vrouw is haar manipulatieve kracht. Zij krijgt jou klein door jou leeg te zuigen. Om het heel erg onaardig te zeggen. Ja. En als je dat niet laat gebeuren, dan blijf je in je mannelijkheid staan. Weet je wel? En dan wordt het helemaal anders. Want dan, kijk, het normale plaatje is, je gaat met elkaar naar bed en de man die die komt klaar en die gaat dan een beetje liggen slapen. En die vrouw die is meestal niet zo moe, weet je wel, die heeft dan eigenlijk gewonnen. Ja, zegt mijn vriendin zou dan ook gewoon moe en teleurgesteld zijn, wederom weer in mij. En dat is heel pijnlijk eigenlijk. Dat is gênant ook, ik weet niet waarom ik het vertel. Ja, nou, nee, ik ken het, no. Zoals geen ander. Ik bedoel, het is zo universeel dat verhaal. Ja. Wat wij nu vertellen. En dan heb je toch gewonnen. Maar het is allemaal tussen aanhalingstekens. Want je hebt niet gewonnen. Want je vindt het niet echt fijn. Maar ik denk dus dat wij. Ik denk dat seks is een soort koan. Een onoplosbaar raadsel uit de Zen-traditie. Weet je wel? In de Zen-traditie stelt de Zen-meester jou een vraag. Wat is het geluid van één hand die klapt? Oh, jee. Of wat was je gezicht voordat je geboren werd? Het zijn onoplosbare vragen. Moeilijk. En je moet erop mediteren tot je geest helemaal leeg is en dan word je verlicht. En ik denk dat seks voor de mensheid een onoplosbaar probleem is. Echt onoplosbaar. We doen allemaal net alsof het gezellig is en alsof je er alleen maar lol van hebt en
anders doe je het nog niet goed en moet je nog eventjes een beetje slimmer aanpakken en dan kan je er alleen maar lol van hebben. Maar dat is helemaal niet waar. Niemand heeft er alleen maar lol van. Het is een enorme lol natuurlijk. Het is heerlijk. Het is verrukkelijk. Je wordt er naartoe gezogen. En vervolgens heb je er altijd problemen mee. Linksom of rechtsom. Hoezo problemen? Wat jij nu vertelt. Dus het is altijd teleurstelling. Dus ik maak altijd. Een beetje een grapje. Er wordt iets te serieus genomen. Ja, maar, kijk om je heen. Waar zie jij mensen die een volledig bloeiend liefdesleven hebben waarin ze eigenlijk alleen maar gelukkig en Maar dat kan ook niet. Het kan ook niet, precies. Doen we een beetje random all over the place. Maar in Brave New World hebben ze het over hoe seks een commodity is geworden. Van Aldous Huxley. En dan is er die ene, de rare in de groep, die niet zomaar emotieloos seks kan hebben met de rest. En dat is dan raar. Ja. En dat het ook in die ideale wereld niet mogelijk is om elke vorm van beladenheid aan seks weg te nemen. Ja. Dat het iets heel erg elementairs, diep geworteld is. Ja, dat die beladenheid die krijg je niet weg. Want het is nogal wat. Hè? De een dringt de privé intieme sfeer van de ander binnen. En dan heb je het alle twee heel erg heerlijk. En dan ben je toch op een. Je smelt samen en daarna ga je weer uit elkaar. Samen ga je weer uit elkaar. Nou. Ja, er zijn natuurlijk hele mooie idealistische beschrijvingen van. Mijn eigen guru Barry Long, die was daar groot in. Die zei, ja, eigenlijk moet het zo zijn dat je gewoon helemaal je eigen leven leeft, man en vrouw, totaal zelfstandig. En eens in zoveel tijd, eens in de 3 dagen of zo, dan heb je het nodig. Dan kom je weer samen en dan wekt hij door zijn toegewijde liefde, wekt hij haar exquise vrouwelijke sappen op. En die zuigt hij op door zijn penis. En daar wordt hij meer man van. En zij door het te geven wordt ze meer vrouw. En dan gaan hun aura's enorm stralen. Dat was zijn toekomstbeeld. Schetst of nee, mooi. Eigenlijk was het niet zijn toekomstbeeld. Maar schetst hij het als een mythisch verleden. In het paradijs, zo was het ooit. En wij zijn dat kwijtgeraakt omdat we fucking appel verkeerd zijn gegaan. Nou ja, dat had hij er dan net niet in. Maar het was wel een soort zonneval. We zijn het allemaal verkeerd gegaan. We zitten in ons hoofd en we doen alles fout. Maar ik denk eerder dat dat de toekomst is. Dat we daar naartoe op weg zijn. Ik ben heel erg een positivo in de zin van, volgens mij zit er een enorme ontwikkeling in. Nou, dat is mijn theorette, hè? De theorette van Lisette. Ja. Zal ik die in dit interview ook nog even vertellen? Natuurlijk, ja joh. Vertel, wat is de theorette van Lisette? Ja, ik noem het theorette omdat het rijmt op Lisette en omdat het geen echte theorie is. Hij staat ook in dit boek. Ja. Het was eigenlijk bedoeld als proefschrift, maar dat is dus niet gelukt. Het is niet gelukt om het wetenschappelijk aan te haken aan een bestaande wetenschappelijke. Zou het überhaupt kunnen met dit gebied? Het is zo emotie. Ja, het is breed. Dat kan niet, toch? Veel te breed. Maar ik heb gehoord van 2 mensen uit de universitaire wereld die zeiden 25 jaar geleden was het nog wel gelukt. Maar nu is het allemaal zo specialistisch. Oké. Okay. Maar goed, theoretten. Ik zeg, hier heb je de man, daar heb je de vrouw. Ja. Hoe zitten we biologisch in elkaar? Ja. Heel kort samengevat. Daar zit een gat, daar zit een balzak met een heleboel zaad wat er voortdurend uit moet. Ja. Dus daar moet het in en daar moet het uit. En op het moment dat een baby gemaakt wordt, is dat perfect geregeld. Ja. Hè? Dan, daar gaat het uit, daar gaat het in. Bingo, baby. Maar op alle andere niveaus, emotioneel, sociaal enzovoort, hebben ze eigenlijk dezelfde basisstructuur of blauwdruk. Dus bij die vrouw is een beetje de tendens, of heel sterk de tendens om te zeggen, nu hebben we een relatie, dus jij bent van mij. Kom hier, ik annexeer jou. Ja. Ik eet je op. Ja. Hè, ik heb een voorbeeld erin. Dat mijn man een keer aan het vertellen was in een gezelschap over de zwarte weduwespin die haar partner opeet. De Black Widow. En ik vond dat hij het niet goed vertelde, dus ik zat hem te corrigeren. En na een poosje zei een vriendin van mij, die zei, Lisette, die man voortdurend corrigeren is ook een vorm van opeten. Betrapt, Lisette. Betrapt. Precies. Een vorm van opeten. Zo doen wij dat. Voortdurend corrigeren. Voortdurend kapitelen. Nagen, zeuren. Dat is allemaal een vorm van opeten. Zo doen we het. En die man, het enige wat hij kan doen is zeg maar zijn blik op
op afwezig zetten. He, zo de wazige blik. Ja, ja, schat, ik doe het, schat. Jan Heemskerk had het erover. Hij vertelde dat de vrouw, de capaciteit van de vrouw om te praten is groter dan de capaciteit van de man om te luisteren. Ja, vele malen groter. Dus daar zit sowieso een mismatch. Het is heel knap wat jij mooi gezegd hoe hij dat zei. Ja, ja. Fantastisch. Ja. Ja. Daar zit echt een mismatch. Ik had beter met haar vriendinnen doen. Praten. Maar dat doen jullie ook. Het schijnt, ik heb gehoord dat, ja, dat vrouwen een soort, ik weet niet welk stofje dat nou ook weer was, maar iets wat ook tijdens een orgasme optreedt. Dopamine, endorfine. Door praten en mannen niet. Krijgen dus in hun hersens. Dus wij komen eigenlijk klaar op dat eindeloze. Ja. En ja, dat geeft ook een soort voorsprong. Enfin, waar waren we? Zij heeft dus die neiging om te zeggen, hier, je bent van mij, ik hou van je, dus jij moet naast mij zitten op de bank en over je gevoelens praten en je mag geen witte sokken aan, want dat is niet in de mode. En je moet dat aanrechtlapje nou eens eindelijk een keer op de goede manier op dat aanrecht achterlaten, want ik heb al zo vaak gezegd enzovoort. Wat doet de man dan? En die man die zegt, ja schat, ik doe het, schat. Maar wat doet de man naar de vrouw toe? Sorry dat ik je dingen zo. Ja, en dan gaan we naar die mannenkant. Ja. Wat doet die man? Bij die man is alles erop gericht om te gaan met die banaan. Hè? Dat moet eruit, dus loslaten, weggaan. Hij gaat weg, hij gaat achter zijn computer zitten of onder zijn auto of hij gaat hengelen. Of hij is innerlijk afwezig. Dat is ongeveer het schaduwbeeld. Hè? Van in bed is het perfect of fysiek is het perfect. Maar emotioneel is dit een heel universeel voorkomend, heel universeel beeld van waar het niet goed gaat. Ja. Maar zeg ik dan, nu komt de theorette. Okay. Dit is allemaal nog gewoon inleiding, relatietherapie. Inleidende beschikkingen. Ja.